Onderwijsminister Henry Ory zegt dat de vervanging van Roseline Daan als directeur cultuur bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt opgeblazen. Aan reporters vertelde hij gisteren dat er niets aan de hand is in deze case en slechts een andere persoon op de plaats komt. Nou, er is niks in principe aan de hand. Ik hoorde ook dat het opgeblazen wordt. Mevrouw Daan is rustig in een aantal gesprekken met mij, heeft zij gezegd met mij samen dat per 1 maart gaat zij terug op de functie van directeur cultuur. En we gaan daar iemand anders in de toekomst benoemen. We zijn daar bezig al, er is al een naam. Ory vindt dat er heel snel iemand op de plek moet komen als directeur van cultuur. Daan is per 1 maart nog actief als adviseur op het ministerie. In de komende periode zal een officiële aankondiging worden gedaan over de opvolging. Cultuurbeleid is belangrijk in allerlei facetten. Er heeft een stukje verwaarlozing plaatsgevonden. Ook het management van de directie cultuur. We zijn een heel tijdje bezig. En nu is er een goed compromis tussen mij en de directeur om afstand te doen per 1 maart. Meer kan ik niet zeggen. En men moet niet meer achterzoeken. Het is een goed overleg. We kennen mevrouw Daan vanwege haar inzet. En ze gaat verder op een ander niveau functioneren en daar moeten we het even bij houden. Een van de belangrijke zaken waar Daan nog haar krachten aan zal geven is de opzet van een nationaal museum, waarvoor enkele weken geleden een commissie is geïnstalleerd. Die commissie staat onder voorzitterschap van Daan. De gewezen directeur zal verder functioneren als adviseur binnen de organisatie.